Nou ja, het is natuurlijk niet zo gek dat ze de topscorer van de UEFA Champions League volgen tijdens de warming-up. Kan hij zijn totaal nog wat opvijzelen vandaag? We zullen het zo zien. Speelronde 3 alweer in de groepsfase van de UEFA Champions League. Jury, we zitten op de helft. Het gaat hard. Ja, hoewel ik natuurlijk een voorkeur heb voor knock-out wedstrijden, valt er in deze pool ook genoeg te genieten. En hopelijk vandaag weer. Vandaag gaan we kijken naar de wedstrijd tussen Racing Genk en Liverpool. In deze groepsfase van de UEFA Champions League wil er nog wel eens worden gerekend. Nou, daarom kijk ik uit naar de knock-out fase. Want dan kunnen we de telraampjes opbergen. En hier zien we de beginopstelling van de thuisploeg. Is het opvallend dat de trainer dit systeem hanteert, Jury? Nee, op zich is 4-3-3 een veelgebruikt systeem. Kijk, hij heeft ook natuurlijk de spelers ervoor. Hè? Hij heeft buitenspelers die een man opzoeken, die een goede voorzet hebben. Ja, dan zou ik ook met dit systeem spelen. Dit team heeft zich gespecialiseerd in pressievoetbal, waarbij ze de tegenstander continu onder druk proberen te zetten. Over het hele veld, hoor. Gaat dat lukken, denk je, met dit team? Ja, dat denk ik wel, Evert. En dat is gewoon ook hun manier van spelen. Ze proberen altijd overtal van spelers rondom de bal te hebben. En dan de bal proberen af te pakken. Ja, ze zijn heel goed in dat pressievoetbal. Er is afgetrapt bij deze wedstrijd in de derde speelronde van de groepsfase van de UEFA Champions League. Het bereiken van de knock-outfase is cruciaal, dus de 3 punten zijn belangrijk. Als hij voorzet. Daar is het schot. Daar is het eerste doelpunt van dit duel al. En dat is rap, Jury. Lekker toch? We weten in ieder geval dat het geen 0-0 wordt. Laten we dat doelpunt nog eens bekijken. De bal gaat er vandaag voor het eerst in. Keita. Als je zulke ballen gaat geven, hou je de bal nooit in de ploeg. Na de groepsloting hadden we niet gedacht dat de gastheren van vandaag het zo goed zouden doen. Ja, hij was te vroeg weg. Vlag omhoog, buitenspel.
Pozuelo. Knap gedaan, maar de bal is hij kwijt. En nu doorgaan. En Liverpool kiest positie om de corner te verdedigen. Hij kiest voor een bal in de 16 meter. De kopbal was goed, maar de keeper voorkomt een doelpunt. Goed gepakt. Bal kwijt. Eens kijken hoe ze omschakelen nu. Dit wordt spannend. En we krijgen een hoekschop. Ik snap het tijdrekken wel, Juri, maar ik vind het niks. Blijf toch lekker voetballen. Ja, maar jij bent ook een echte romanticus, hè, Evert? Ik snap je punt, maar ik begrijp ook wel dat de thuisploeg deze wedstrijd dood wil maken bij deze stand. Sadio Mané. Een zee van ruimte voor Liverpool op de flank. Bal voor het doel. Die bal is nog niet weg. Salah. Dat moet de gelijkmaker zijn. Wat een kans op de gelijkmaker, zeg, maar die wordt vakkundig om zeep geholpen. Ja, dit soort opgelegde kansen krijg je maar een paar keer per wedstrijd. Ja, dan moet je de trekker overhalen. Origi. Die man is hij kwijt. Eens kijken wat hij nu... Is de verdediging te vlug af? Doelpunt! Ze vergroten de voorsprong. Dit is de treun van je welste voor de tegenstander. Die zullen nu moeten jagen op de aansluitingstreffer. Waardoor ze nog meer ruimte weggeven. Ja hoor, hij doet het vandaag al voor de tweede keer. Laten we die goal nog maar eens bekijken. Het gaat allemaal heel goed en dat is ook af te lezen van het gezicht van de coach. Het moet gek lopen, wil de overwinning nog in gevaar komen. Sadio Mané, Keita. Roberto Firmino.
Ze zijn de bal kwijt en moeten weer in de verdedigende stellingen. Leandro Trossard. Die gaat binnen door en dat kan gevaarlijk worden. Wordt dit een doelpunt? Redding door de keeper, de aanval loopt door. Hij onderbreekt de aanval met die actie. Origi. De bal vertrekt van de schoen. De keeper ziet de bal hoog over zich heen zeilen. Doorspelen, gebaart de scheidsrechter. De bal gaat breed. Ik zal maar uithalen. De keeper grijpt in, maar kan de bal niet wegwerken. Het is een doelpunt. Hij blijft oog in oog met de doelman heel rustig en rond de koeltjes af uitstekend gevoetbald. Dit potje wordt wel erg eentonig zo. We spelen nog even verder, want 4 minuten blessuretijd. Als je zulke ballen gaat geven, hou je de bal nooit in de ploeg. Dat levert gevaar op zo'n schot. Hij scoort. Goede timing is het halve werk. Ja, dan is het een koud kunstje om die doelman te passeren. De doelman zat er niet helemaal naast. Nee, hij raakte de bal wel aan, maar hij ging er toch in. De wedstrijd is nog lang, maar deze achterstand lijkt me onoverbrugbaar. De scheidsrechter fluit voor rust. Stand is 4-0. De tweede helft is begonnen. Ze hebben al een stevige voorsprong opgebouwd. En de vraag is dan ook, gaan ze die uitbouwen of juist meer verdedigend spelen? En het balbezit is voor de tegenpartij. Wat gaan ze doen? Divock Origi, nu schieten! We kijken naar deze hoekschop. De bal wordt voor het doel gebracht. Die bal weet geen medespeler te bereiken. De verdediging ruimt op. Het is aan de scheidsrechter om het spel stil te leggen. Dat gebeurt nu ook. De geblesseerde speler heeft het veld verlaten. We vervolgen het spel met de scheidsrechtersbal. De tegenstander kan eenvoudig onderscheppen. Wat een dramatische paas toch. Oh, ze zijn de bal kwijt. Consuelo. Leandro Trossard. Hij is er door. Hij doet het. Dat is een aardige kans hoor. Wat scheelt het? Op zich een prima gedachte om die bal te plaatsen. Maar ja, hij is net iets te scherp. Jongen, wat heeft hij de eerste helft heerlijk gespeeld zeg. Ja, hij heeft al 2 doelpunten voor zijn rekening genomen. En zal nu proberen een hat-trick te maken. Nou, geweldige wedstrijd van hem. En daar hebben ze na de eerste 45 minuten hun voorsprong aan te danken. Origi. Rodriguez. Origi. Hij kan alleen door, maar heeft ook afspeelmogelijkheden.
Boyata. Hans van Aken. Lekker geraakt. Bal voor de keeper. Die bal wordt onderschept. Een wissel bij Liverpool. Philippe. Daar wordt de bal zomaar ingeleverd. Tjonge, jonge, wat een slechte paas toch. Een uitgelezen mogelijkheid om te schieten. Nou, toch nog een redding van de keeper. Ongelooflijk, Evert. Zou die dan toch nog... ...kunnen keepen. Ik vrees dat deze wedstrijd al beslist is. We hebben nog 20 minuten van de reguliere speeltijd over. En zo raken ze de bal weer kwijt op het middenveld. De lage bal. Dat is geen beste voorzet. Zo maak je het de verdediging veel te makkelijk. Bal in het strafschopgebied. Iedereen staat klaar voor de corner. De hoekschop komt in het strafschopgebied. Slordig balverlies hoor. Dat mag je op dit niveau niet overkomen. Hij weet die bal weg te werken. Henderson. De reguliere speeltijd bedraagt nu nog 10 minuten. Als je wilt winnen, moet je kunnen pasen. Anders kom je er echt niet. Daar hoefde hij niet veel voor te doen. Slordig gespeeld. Uitkijken nu. De tegenstander zet veel druk. Liverpool krijgt de vrije trap mee. Prima onderschepping daar. Er liggen mogelijkheden hoor aan de zijkant. Maakt zich los van de achterhoede. Oh, knalhard schot. De keeper grijpt in. Yep, in het netje. Hij moet hem eigenlijk klemmen of zo, of wegstompen, zodat er geen tegenstander meer bij kan komen. Nou, hij had ook wel wat meer hulp mogen krijgen van zijn verdediging. De spits profiteert van de afvallende bal. Wat zal die keeper balen, zeg? Het toorinstinct heeft hier geholpen. Die speler heeft echt een neusje voor de goal. Nou, we zijn al een heel eind op weg en het begint er slecht voor ze uit te zien. Er komen 2 minuten blessuretijd bij. De paas lijkt goed te zijn. Ja, goed werk. Daar is het schot. En daar is het laatste fluitsignaal. Wat zal het zelfvertrouwen van de spelers een knauw krijgen door deze wedstrijd? Ja, dat denk ik ook. Ze zijn gewoon afgedroogd. En dat is nooit leuk. Ja, hij heeft fantastisch gespeeld. En het leek hem wel geen enkele moeite te kosten. Ja, geweldig. Hij heeft er gewoon 2 gemaakt. Hè? Dat is toch knap. En hij barst van het zelfvertrouwen, dat zie je. Je ziet zijn medespelers ook opleven als ze met hem kunnen samenspelen. En ja, ik denk dat dat vandaag ze de zege heeft opgeleverd.